kom helemaal in de vakantiesfeer met deze leuke coverlabels. Dit heb je nodig. Op dit materiaal kun je niet met potlood schetsen, dus schrijf ik gelijk met een witte fineliner op het label. Het woord fly ga ik in scriptletters schrijven. Dat is het oude schoolschrift met de letters aan elkaar, weet je nog? Maak ruime lussen aan de letters, zo heb je genoeg ruimte om de tekst straks nog verder uit te werken. Hier bij de Griekse ei trek ik een extra lus en die wijst naar het vliegtuigje eronder. Schaduwlijntje erbij. Dit is een leuk trucje waardoor het net lijkt of de letters zijn gekalligrafeerd. Alle lijnen die je naar beneden trekt, maak je dubbel zo dik. Mooi effect, hè? Nou, en dat doe je dan bij iedere letter ongeveer even dik. Voor de finishing touch nog wat stipjes langs de letters. En dan is deze klaar om op reis te gaan. Ik ga je er nog eentje laten zien. Hier schrijf ik met blokletters. Ik trek de lijnen gelijk dikker en dan kleur ik ook meteen de letters in. De E wordt een kleine letter. Het is wel het mooiste als deze letter even dik is als je Griekse ei. En voor een speels effect wordt de P weer een hoofdletter. Zo variëren ze leuk in grootte. Hier schrijf ik It's Mine in enkele blokletters. Hou wel een beetje in de gaten of je alle woorden recht schrijft en dat je ze uitlijnt met de Griekse ei en de P van Jep. Om het af te maken nog wat vrolijke stipjes. En nou zijn ze klaar om op reis te gaan.